Het universeel basisinkomen. Want wereldwijd starten pilots voor een universeel basisinkomen. Ook burgers van de Amerikaanse stad Rochester die kunnen vanaf aanstaande donderdag zich aanmelden voor een pilot. En een pilot moet inzicht geven in wat nou zo'n onvoorwaardelijke basisinkomen doet met het gedrag van burgers. We are here today to announce that the City of Rochester's Guaranteed Basic Income Program will officially launch on Thursday, June 22nd. Through an investment of $2.2 million from the city's American Rescue Plan Act allotment, Rochester's GBI program will provide a monthly payment of $500 to 351 households over 12 months. This program is founded in the belief that individuals in poverty are best positioned to make informed financial decisions that address their household needs efficiently. That's why the cash transfers are unconditional. This means that there are no strings attached, no work requirements, no restrictions on how that money can be spent. Ja, Hilde, jij bent vicevoorzitter van Basic Income Earth Network. Ongeveer anderhalf jaar geleden sprak je al met mijn collega Bas Reiniersen over basisinkomen. En op dit moment is het concept natuurlijk al verder ontwikkeld. In Europa starten pilots, in Amerika starten pilots. Hoe kijk jij nu naar deze ontwikkelingen? Nou ja, ik denk dat het eerst slim is om even uit te leggen wat een basisinkomen is. Hè. Mm-hmm. Volgens Basic Income Earth Network hebben wij een definitie gemaakt van basisinkomen. Dat heeft 5 kenmerken. En een basisinkomen moet aan al die 5 kenmerken voldoen. Dus het eerste kenmerk is dat het periodiek is. En dat is meestal maandelijks. Het tweede kenmerk is dat het individueel wordt uitgekeerd. Dus niet op huishoudniveau. Dus dat je niet afhankelijk bent van je partner. Het derde niet onbelangrijke kenmerk is dat het in cash wordt uitgekeerd met de volledige vrijheid waar je het geld aan uitgeeft. Dus er hoeft geen track and trace transacties aan te pas te komen om te kijken of je het wel netjes uitgeeft. Dan vervolgens is het onvoorwaardelijk. Dat betekent dat de enige voorwaarde waar je aan moet voldoen is dat je mens bent en dat je leeft. Anders heb je er ook niet zo heel veel aan. En het laatste kenmerk is dat het universeel is. Dat is dat iedereen het krijgt. En dus ja, zo'n pilot als nu hier in Rochester. In Amerika heb je nu een groep van iets van 40 burgemeesters die pilots doen met een basisinkomen-achtige interventie. En ja, het is heel logisch om te doen. Zeker als je target is armoedebestrijding. Want ja, als je op het moment dat je mensen dus uit die armoede haalt, dan zullen ze ook anders in het leven staan en krijgen ze de middelen om zelf keuzes te maken wat in hun context het beste is. Maar het gaat niet alleen over armoedebestrijding. Het is eigenlijk vooral een interventie om de vrijheid te herstellen. Dus je krijgt weer de mogelijkheid om nee te zeggen. Duidelijk. En je had het net over een vijftal punten. De laatste was universeel. Bedoel je daarmee echt wereldwijd? Dat iedereen wereldwijd een basisinkomen krijgt? Ja, dat is ons doel. Ja, daarom zijn we ook een wereldwijd netwerk. Ja. Ja, je noemde net al vrijheid als een van de belangrijkste argumenten. Wat zijn nog meer argumenten waarom jij voor een basisinkomen bent? Nou ja, de grap is als je een basisinkomen invoert. Kijk, als je een onderwijsproject doet, dan krijg je 1 verhaal over onderwijs. Als je een basisinkomen invoert, dan krijg je 100 verhalen. Mm. Omdat mensen op individueel niveau, in hun eigen context, met hun eigen communities, allerlei verschillende dingen gaan doen. Dus wat je eigenlijk teweeg brengt, is dat mensen de middelen krijgen om zichzelf te organiseren. En dat te doen wat in hun context nuttig is of leuk is of whatever. Ja, dat ze daarmee de vrijheid weer krijgen. Ja, dus mensen gaan bijvoorbeeld andere vormen van onderwijs kiezen. Ze gaan andere vormen van zorg kiezen. Ze gaan eigen bedrijfjes beginnen. Ze gaan, ja. Je kan een week praten over de effecten van een basisinkomen, omdat ze juist allemaal zo verschillend zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat als je niet hoeft te werken om te overleven, dat je dan inderdaad meer ruimte hebt om lekker creatief te zijn. Ja, je kan veel meer. Bijvoorbeeld, stel je bent jongere en je hebt een basisinkomen, dus je hoeft geen studiefinanciering aan te vragen of een lening aan te gaan, waardoor je na je afstuderen een schuld hebt van 30.000, 40.000 euro. Dus dan krijg je ook andere vragen van. Hè? Ga ik überhaupt studeren? Als ik ga studeren, doe ik dat dan om carrière te maken of juist iets wat veel meer raakt aan mijn passie. Dus ja, er verandert ontzettend veel op het moment dat je die vrijheid hebt. Ja. En het is eigenlijk een mensenrecht.
Ja, precies. En hoe denk jij? Denk je er ook zo over? Het is een mensenrecht. Iedereen moet gewoon een basisinkomen krijgen. Nou, het eerste wat ik dan denk is, waar wordt het door betaald? Want ik ben ook wel benieuwd hoe jullie dat zien. Moet het dan uit belastinggeld betaald worden? Of waar komt de dekking vandaan? Nou ja, dat is natuurlijk per land verschillend. Hè? Bijvoorbeeld als je naar Afrika kijkt, zeg maar, daar hebben ze, ik weet niet hoeveel leningen bij het IMF en de Wereldbank lopen. Alleen de rente die ze daar al aan kwijt zijn, daarmee kan je al een redelijk basiskomen voor ieder Afrikaan financieren. Dus wat dat betreft is het eigenlijk geld nauwelijks een issue. In de Nederlandse situatie, ja, het basiskomen vervangt alle inkomensafhankelijke toeslagen. Dus dat zijn er een stuk of 20, 30. Hè? Dus combi korting, arbeidskorting, huurtoeslag, zorgtoeslag, noem het allemaal maar op. En dat betekent dat ook het hele controleapparaat overbodig wordt. Hè? Dus al die ambtenaren, al die mensen die voor hun werk andere mensen zitten te controleren, die worden totaal overbodig. Dus die krijgen ook een basisinkomen. En die kunnen dan iets anders gaan doen. Dus die kunnen bijvoorbeeld in de zorg deeltijd gaan werken, of voltijds, of in het onderwijs, of weet ik veel wat, moestuintjes beginnen. Dus het verandert, het krijgt een enorme verschuiving van arbeidskrachten. En in de berekeningen die bijvoorbeeld door het CPB en het SCP gedaan worden, ja, dan wordt er dan zoiets als een basisinkomen soms wel half doorgerekend. Maar het CPB mag niet eens een grotere bezuiniging dan 1 miljard op ambtenaren meerekenen in hun formules. Nou ja, het is duidelijk dat een basisinkomen een gigantische bezuiniging op ambtenaren gaat geven. Gewoon alleen al omdat het hele controlesysteem wegvalt, plus de belastingstelsel echt superveel eenvoudiger wordt. En dat soort dingen worden nooit meegerekend in de berekeningen. En dan hebben we het nog niet over de effecten. Ja. He, dus de gezondheidseffecten, de criminaliteit die naar beneden gaat. Dus ja, het levert geld op. Dus je zegt, ieder land heeft dan misschien een ander aanpak. En dan, wat vind je ervan? Die heb ik natuurlijk nog niet gehoord. Nou ja, dat is de vraag inderdaad. Als ieder land een andere aanpak heeft. Stel, Nederland zou bijvoorbeeld als enige land in Europa, of als eerste land in Europa, zo'n basisinkomen invoeren. Dan trekt dat natuurlijk ook heel veel mensen aan van andere landen die daarvan willen profiteren. Alleen ze hebben niet de belasting bijgedragen om het ook echt te financieren. Ja, hoe zien jullie dat effect? Want dan zou ik verwachten dat de kosten op een gegeven moment de pan uitreizen, als steeds meer mensen er gebruik van willen worden, maar niet bijdragen. Ja, kijk, dan kan je dat oplossen door bijvoorbeeld te zeggen van, nou, je moet zoveel jaar in het land wonen voordat je daar gebruik van kan maken. Of je zegt van, nou, weet je, dat geld wat we naar zogenaamd ontwikkelingshulp brengen, laten we dat gewoon als basis komen, gewoon rechtstreeks aan de mensen geven. Dat is een stuk effectiever dan ontwikkelingssamenwerking wat we nu hebben. Ja, weet je, kijk, dan kan je gewoon, als dat het probleem is, dan kan je daar een creatieve oplossing voor vinden. Maar laten we eerst maar eens gewoon kijken of je het. Het gaat meer van armoedebestrijding is big business. Er wordt ik weet niet hoeveel geld verdiend aan mensen die onderzoek doen en rapporten doen en inefficiënte maatregelen nemen, zogenaamde hulpprogramma's, waar mensen helemaal niet op zitten te wachten. Dat is gewoon een heel erg pervers systeem. En waar een wil is, is een weg. Als je miljarden naar de Oekraïne kan brengen om daar tanks naartoe te brengen. Ja, dat zijn gewoon politieke keuzes. En als alternatief kan je altijd ook nog als mensheid zelf, zeg maar, van onderaf dit soort dingen opzetten. Je zegt eigenlijk, er zijn genoeg middelen, het moet alleen beter verdeeld worden. Ja, er is helemaal geen schaarste. Het blijft ergens hangen. Toch proef ik een beetje weerstand bij jou, Jelena, klopt dat? Ja, ik zit inderdaad te luisteren. En in één ding kunnen we elkaar zeker vinden. Inderdaad, dat er heel veel inefficiënte methodes zijn om armoede te verlichten. Hè, met subsidies hier, toeslagen daar. Nou ja, we hebben gezien wat dat allemaal oplevert voor problemen. Maar toch denk ik dat als je zo'n basisinkomen gaat invoeren, dat je dan ook weer problemen over je afroept. Ook weer met bureaucratische controle. Hè. Want als je bijvoorbeeld regels stelt, wat wel nodig is. Bijvoorbeeld stel, je mag 5 jaar in Nederland wonen, alleen dan krijg je het. Dat moet ook weer gecontroleerd worden. En ik zie zelf gewoon het flink verlagen van belasting als een veel betere optie. Bijvoorbeeld inkomensbelasting. Want dan heb je geen gedoe met subsidies. Je haalt gewoon de belasting naar beneden. Mensen hebben meer te besteden. En ja, dat lijkt mij veel efficiënter uiteindelijk. En dan hou jij, zeg maar, in stand, zeg maar, dat als mensen bijvoorbeeld aanspraak willen maken op de bijstand, dat ze dan, ik weet niet hoeveel, 30 formulieren moeten invullen met even zoveel bijlagen, hun bankrekeningen moeten laten controleren, hun tandenborstels moeten laten tellen, boete moeten betalen op het moment dat hun moeder hun een boodschappentas geeft. Dat is een verplichte dienstbaarheid, hè, wat gewoon een vorm is van slavernij. Nou, al dat soort systemen laat je dan in stand. Ja, ik ben meer voor een samenleving waarin mensen gewoon de
kans krijgen om vanuit intrinsieke motivatie dat te doen wat zij willen. En ik ben er heilig van overtuigd, en dat zien we ook in experimenten, dat dat zeer constructief werkt. En dat mensen heel erg snel gaan samenwerken om ook gemeenschapsprojecten op te zetten. Fleur, ik heb jou nog niet gehoord. Nee, ja, ik hoor aan beide kanten argumenten waar ik me goed in kan vinden. En dat is dan wel weer de mooie, dat bij Blackbox kan. Ik kan het moeilijk overzien, hoor. Toeslagen die gaan nu natuurlijk ook naar de laagste inkomen. Een soort compenseren van zorgkosten, het compenseren van huren. Ik weet wel dat er heel veel rompslompen bij komt kijken. Maar voor de rest, ik kan het onvoldoende overzien. Ik vind ook wel het argument van onze sociale zekerheid heeft al een grote aanzuigende werking. Van elke twee statushouders gaat er eentje duurzaam de bijstand in. Dus ik zou inderdaad een systeem niet willen versterken wat zo'n aanzuigende werking heeft in een land wat 5 keer dichter bevolkt is dan het gemiddelde in Europa. Dus, ja. Maar aan de andere kant, de rompslomp en de toestanden. Ik zeg, aan beide kanten zijn er argumenten. Ja, en dat kan natuurlijk getackeld worden als het inderdaad universeel is. Nou, we gaan over onze eigen wet. Precies. Dat staat voor mij dan wel bij. We hebben hier ook wel eens Robert Valentine aan tafel gehad. En die vroegen we ook naar zijn mening over dit onderwerp. En dit is wat hij erover zei. Het zou anders kunnen zijn als het in de blockchain gebeurt en uit de macht van de overheid is, hè? Ja, maar dan is volgens mij geen basisinkomen. Dan ben je terug naar de sociale fondsen die we vroeger ook hadden. De bus die langs kwam waar je geld in kon doen voor je medemens. Ja, daar... Dan is het hele dwangaspect weg. Kijk, het probleem met de overheid is dat ze een geweldsmonopolie hebben, dat ze dwang kunnen uitoefenen. En dat ze dat basisinkomen ook betalen met belastinggeld, wat dus onder dwang is afgenomen van de rest van de bevolking. Op het moment je dat element eruit haalt, ja, dan is die machtsmisbruikpositie er niet meer. Ja, en dan heb ik ook weinig problemen mee. Ja, laat Amsterdam of welke stad dan ook, inderdaad als zij dat willen, vrijwillig zo'n fonds oprichten en uitbetalen aan mensen die het nodig hebben. Ja, dat is niet het probleem. Maar op het moment dat je het gaat centraliseren en vanuit daar gaat aansturen, ja, dat is een recept voor een ramp. En ik denk dat, ja, je zegt net, in theorie is het inderdaad een leuk idee. Net zoals met communisme is in theorie een leuk idee, maar in de praktijk loopt het altijd verkeerd af. En dat is basisinkomen precies zo. Ja, hij zegt dus eigenlijk dat als het als burgerinitiatief is, dat het dan geen probleem is. Maar het moment dat het centraal geregeld wordt vanuit de overheid, dat het dan riskant kan worden. Ja, kijk, een overheid die uit is op totalitaire controle zal nooit een onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren. Omdat een onvoorwaardelijk basisinkomen juist de hele bureaucratie, het hele controlesysteem onderuit haalt. En dat wil een overheid niet die uit is op totalitaire controle. Als dat het probleem is, nou, dan kan je bijvoorbeeld een model kopiëren. Zoals in de Verenigde Staten heb je een programma dat heet het Casino Dividend. Dat is in een Indianendorp, daar werd een casino neergezet. En nou, daar waren ze niet zo 1, 2, 3 zeg maar, voor te spreken. Maar toen hebben ze een deal gesloten dat een deel van de winst van het casino werd uitgekeerd als onvoorwaardelijk basisinkomen aan alle inwoners van dat dorp. Inclusief vanaf baby tot aan volwassenen. Nou ja, dat loopt al sinds de jaren 80, 90 ongeveer. En daar hebben ze gewoon ook data verzameld van dat dorp en omringende dorpen. En dan blijkt gewoon, als je gewoon naar die data kijkt, minder psychiatrische stoornissen, minder verslavingsproblematiek. Mensen werken evenveel, ongeveer vergelijkbaar als in andere dorpen. Dus ja, dat is een model wat je gewoon als samenleving buiten de overheid om eventueel zou kunnen opzetten. Maar goed, dat vergt samenwerking. Ja. En dan maak je een soort van soeverein zeg maar wealth fund, hè, waarin je winstdeling zeg maar in een fonds stopt, zodat je dat voor nu en de volgende generaties een basisinkomen organiseert. En met de techniek van vandaag ben je ook niet meer afhankelijk van banken en overheden om dat te doen. En daar zijn voorbeelden van. Ja, technisch gezien is het gewoon mogelijk, ja. Mogelijk zeg je. Afgelopen woensdag ging het Europees Parlement akkoord met een rapport van een project Renew Europe Initiative, waarin staat dat Europa nog harder moet werken om alle Sustainable Development Goals te behalen van de VN. De Europarlementariër Rob Roos schreef er een stuk over in Elsevier, en hij vreest eigenlijk voor de praktijk van de SDG's met betrekking tot het basisinkomen. In de kop staat de duurzame ontwikkeling of democratische ondermijning. Ik lees even het stukje wat eronder zit. De eerste SDG, geen armoede, leidt bijvoorbeeld tot debatten over de invoering van een universeel basisinkomen. Dus een gegarandeerd inkomen dat iedere burger van de overheid ontvangt. En dat zou kunnen leiden tot een radicale verandering van de verzorgingsstaat en de lastendruk. Ja, als je deze ontwikkeling dus volgt binnen de EU, dan denk je dan niet dat we dan misschien toch wel meer naar een gecentraliseerde
basisinkomen gaan? Je ziet van mijlenver aankomen dat met dat programmeerbare geld. Daar gaan ze straks gratis uitdelen, want ze willen dat mensen in dat programmeerbare geld systeem komen. Ja, gaan we het zo meteen ook even over. Ja, maar dat is nog geen basisinkomen, hè? Want een basisinkomen is volledig vrij te besteden. En dat is bij dat programmeerbare geld misschien in het begin nog wel het geval, maar dat kunnen ze vrij makkelijk met een paar regels code kunnen ze dat aanpassen. Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals, ja, als jij een basisinkomen invoert, dan heb je de meerderheid, en zo niet alle, Sustainable Development Goals al voor een groot deel op de rit. Dus dit soort programma's gaat toch altijd. Het geld rondom dit programma's gaat gewoon naar al die mensen die rapporten schrijven en adviezen schrijven. En er wordt zoveel geld verspild aan dit soort onzin. Terwijl geef het geld gewoon rechtstreeks aan de mensen. Mensen weten echt zelf wel wat ze moeten doen om dit soort doelen te bereiken. Want die doelen die hebben ze zelf ook al. Goede gezondheid, goed onderwijs, innovatie. Dat ontstaat vanzelf op het moment dat je mensen vrij maakt uit hun slavernijsysteem. En dat gaat echt niet alleen over armoede, dat gaat ook over bullshit jobs. Ja, en wat me nog even te binnen schiet, je had het net over 5 pijlers, wat dan onvoorwaardelijke inkomen zou moeten maken. Eén daarvan was cash, zei je. Ja. Dat ze dat in cash moeten krijgen. Ja, of in ieder geval in iets wat je in cash meteen kan omwisselen, zodat je ook gegarandeerd de vrijheid hebt in waar je het uitgeeft. Op het moment dat jij cash hebt, dat gaat gewoon van hand tot hand. Er is niemand die kan meekijken of kan controleren waar jij het aan uitgeeft. Nou ja, dat is een heel belangrijk kenmerk van een basisinkomen, dat je die volledige vrijheid hebt. Dus het is het beste om dat dan ook in een vorm van cash te doen, of in ieder geval iets wat niet getracked en traced wordt, zodat je ook niet verleid wordt om mensen te monitoren en vervolgens aan gedragsbeïnvloeding te doen. Dus vandaar dat cash in de definitie van BN staat. Ja. Dus als ik er even vanuit ga, even een aanname dat straks die digitale euro er is en dat er misschien een basisinkomen komt, dan is dat volgens jou geen universele onvoorwaardelijke basisinkomen? Nee, sterker nog, in mijn optiek is de central bank digital currency, de programmeerbare geld, by design niet geschikt voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. Absoluut niet. Nee. Ja, nou daar kan ik wel bij aansluiten. Alleen het gevaar is, kijk, dat universele basisinkomen echt universeel in cash uit te keren, dat klinkt in principe nog wel mooi. Alleen wat jij eerder ook zei, hè, een overheid die uit is op totale controle, zal dat nooit doen. En de overheid die we nu hebben, ja, die is duidelijk wel geneigd om die controle op te zoeken. En ik denk dat het gevaar van zo'n basisinkomen ook is dat mensen eraan gaan wennen en dat het een soort van afhankelijkheid creëert. En dat wanneer de staat daar misbruik van kan maken. Nee, dus dat is niet het gevaar van een basisinkomen. Wat ze willen invoeren is een slaveninkomen. En dat is echt iets anders. Ik vergelijk het altijd met. Kijk, toen ze zeiden van joh, neem dat prikje, dansen met Jansen, dan krijg je je vrijheid terug. Nee, natuurlijk krijg je je vrijheid niet terug, want je bent verplicht om je te laten prikken of een PCR-test te laten doen. Nou, zo krijg je ook geen basisinkomen als je ze gratis CBDC's uitkeert. Wij worden regelmatig benaderd door big data-projecten, dus blockchain-projecten. Van ja, we hebben een nieuwe token en die gaan we uitdelen en dat is een basisinkomen-project. Nou, en dan zeg ik altijd van nou, wie zit erachter? Nou, een van de projecten is waar wij dus tegen zijn, is Good Dollar. Hè? Daar zit eToro achter, zo'n heel groot handelsplatform. Nee, natuurlijk willen die geen basisinkomen uitkeren. Die willen gewoon die Afrikanen zeg maar in een database hebben, zodat ze dadelijk andere producten gaan verkopen. We zijn gek. Dus daarom zijn wij er ook als Basic Income Earth Network, als een soort guardians van het basisinkomenconcept, om mensen inderdaad voor te lichten van ja, luister, dit gaat over vrijheid. En als jij zeg maar een programmeerbaar geld introduceert met transactiemonitoring. Nou, dan hoef je geen universitaire studie voor te doen. Dan kan je op je klompen aanvoelen dat de bedoeling is dat er een social credit systeem aangehangen wordt. Ja, maar wat je wel kan doen, is gaan staan en zeggen van nou, mijn tijd, mijn energie, mijn product wordt niet uitgekeerd in programmeerbaar geld. En die keuze heeft iedereen, hè? We hoeven daar niet zo moeilijk over te doen. Als jij mij Douwe Egberts punten wil uitdelen, ja, be my guest. Als ik mijn huur daarvan kan betalen, helemaal prima. Maar mijn tijd en mijn energie en mijn product wordt daar niet in afgerekend. En die keuze hebben we allemaal. En als ze zo gaan staan, dan is je central bank digital currency. Joh, zoek het uit. Echt. Ja.